Jong PSV heeft wat recht te zetten na de nederlaag van anderhalve week geleden op de toekomst tegen Ajax. En die kans krijgt het tegen Jong NAC Breda. Dit is Albion Mouzaki na 23 minuten voetballen. Heerlijk doelpunt van de spits van Jong PSV. Geen kans voor doelman Damien van Nijnatten van NAC. Te goed, te ver in de hoek. En dus 1-0 voor Jong PSV. En dan, in een Siberische sneeuwstorm zijn we verwikkeld geraakt. En wie gaat er het beste mee om? Het lijkt NAC Breda. Want dit is Junior Ebopo met de gelijkmaker. Mag helemaal alleen op doelman Bertrams af. En Ebopo doet het met links in de korte hoek. En zo staan beide ploegen weer op gelijke hoogte. Maar lang zou NAC niet kunnen genieten van die voorsprong. Want dit is Zakaria Bakali. En dat is een handenbindertje. Dat weten ze ook in Breda. Via het been van Van Delen staat het 2-1 voor PSV. In dezelfde minuut dus als die treffer van Ebopo. Ja, en zonder geluk vaart niemand wel, zullen we maar zeggen. Dus even goed kijken hier. Maar dit is Toefan Özboskurt. Tussen twee man door. De paas is er op Wouter Sommer. Goede voorzet van Sommer. Achterin Elvio van Overbeek. Daar komt hij. En zijn schot op de paal. En zo had het nog voor rust 3-1 kunnen worden door Elvio van Overbeek. Bakali. Oei, en daar een ontzettend harde ingreep. Gautam Kalpoe is de man die rood krijgt van scheidsrechter Dieperink. En dat is volkomen terecht. Bakali was in vorm deze wedstrijd. En dit is pure frustratie. En dan wordt het voor PSV misschien wat makkelijker met 11 tegen 10. Van Overbeek. Dus Özboskurt. Bakali. Gaat weer naar zijn rechterbeen. Maar ditmaal geeft hij af op Van Overbeek. Die probeert het met rechts en die vindt de verre hoek. En dan is de wedstrijd vlak voor rust beslist. 42e minuut. En 3-1 voor Jong PSV. In de tweede helft. Jorrit Hendricks, hij in de ploeg gekomen voor de geblesseerd geraakte Wouter Sommer. Vukovic is naar de linksbackpositie verschoven. En die geeft deze paas uiteindelijk voor de voeten van Bakali. Maar geen tweede treffer voor hem. Maar hij heeft het naar zijn zin, Zakaria Bakali. En dat is mooi om te zien. Özboskurt. Op Vukovic. NAC verdedigt. PSV valt aan en gaat op zoek naar meer doelpunten. El Kabir. Ja, als je dan zo'n dingen gaat doen, El Kabir. Oh, Van Overbeek. Ja, ik zeg, als je zo'n dingen gaat doen, dan vraag je om doelpunten. Maar Van Overbeek werkt het wel prachtig af. Alle tijd, alle ruimte om hier aan te leggen. Vindt de verre hoek. Van Nijnatten zweeft nog naar die bal. Maar kan er niet bij. En ook het juichen is mooi. En zo staat het dus na 50 minuten voetballen. 4-1 voor Jong PSV. En hoeveel goals gaan er nog vallen op de hertgang? Van Overbeek. Totaal niet aangevallen. Ook Rick Schouw kan alles doen met die bal wat hij wil. Bakali. Die probeert het maar weer eens, Zakaria Bakali. Net voorlangs. Niet alles vliegt er zomaar in vandaag. Menno Koch op zijn maatje achterin, Jorrit Hendricks. PSV bouwt nog maar eens aan een aanval. En doet dat natuurlijk via Zakaria Bakali. Bakali houdt het overzicht. Het is een hele mooie paas op Horsten en daar Mouzaki. En dan staat het 5-1. Prachtige aanval van PSV. Heel goed gedaan dit door Horsten en spits Mouzaki. Die mist zo'n bal natuurlijk niet. Brinet, ook hij in de ploeg gekomen voor Dennis Dengering. Van Overbeek terug op Brenet. Wordt gecoacht, haal uit. Maar Brenet heeft andere plannen. Wil zelf gaan. En dan, ah ja, oeh, NAC. Ja, als je dan zo mee gaat werken, dan vraag je ook om veel tegendoelpunten. Dit ging nog goed voor NAC Breda. Maar hier is PSV weer via Elvio van Overbeek. En daar is nummer 6. Opnieuw met wat geluk. Bal wordt weer van richting veranderd. Maar Van Overbeek maalt daar niet om. Hij heeft zijn hattrick te pakken. Zijn 6e van het seizoen. Hier is Brenet weer. Meer rechtsbuiten dan rechtsback. Horsten. Buikt goed zijn lichaam. Schouw. Özboskurt. Wat gaat het makkelijk. Brenet met een zee van ruimte. Wie kiest hij uit? Het wordt Rick Schouw. Miste vorige week tegen Ajax vanaf 11 meter. Nu scoort hij wel.
Hij maakt de 7e van PSV. Ja, en die van Nijnatten die zal er echt helemaal gek van worden. Het slotakkoord van de wedstrijd dan is voor Zakaria Bakkali met wat fortuin. Maar het wordt wel 8-1. Een ontzettend grote score voor jong PSV. Het wint dus met 8-1 van NAC Breda. Revancheert zich daarmee enigszins voor de nederlaag anderhalve week geleden tegen Ajax. En dus kunnen de mannen van Marco Roelofsen met een goed gevoel het carnavalsweekend in. En dit is dan de stand. PSV klimt 1 plek. Het staat nu 7e met 14 uit 10. NAC blijft 10e. Het haalde slechts 8 punten uit de eerste 10 wedstrijden. En dit zijn dan de topscorers van PSV. Jurgen Okadia nog altijd bovenaan met 16. Maar hij moet oppassen, want Elvio van Overbeek maakte er 3 en staat nu op 6.